2015 in Genève. Genève, misschien wel een van de leukste autofeestjes ter wereld. En dan beginnen we natuurlijk weer traditiegetrouw hier op de Volkswagen Group Night. Oftewel, Michiel, de VAG-nacht in de volksmond. Ja, al het nieuws van Volkswagen op één beursvloer uitgestald. Dus ja, dan hebben we het in één keer gecoverd. Zijn we er in één keer vanaf. Ja, mooi gedaan. Hoop je een extra feestje hier vanavond. Want we hoorden straks in de auto het grote nieuws van Volkswagen dat de Passat European Car of the Year is geworden. Dus iedereen blij hier. Ja, en dat is natuurlijk leuk voor Volkswagen, maar daar komen wij eigenlijk niet voor. Want die Passat, die kennen we nu wel. Wij komen voor het nieuws wat hieronder in een hele mooie rij staat opgesteld. Allerlei kleuren, allerlei smaken, het is hier allemaal aanwezig. Dus we gaan ze allemaal even voor je langs. En we beginnen bij Volkswagen hier bij deze prachtige nieuwe Sport Coupé Concept. Een auto, ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort CC. Het is een auto die moet staan tussen de Passat en de Phaeton. Ja, en dan zou je zeggen, daar staat de CC al, maar Volkswagen plaatst deze daar nog weer iets boven. Dus ja, wat we er precies van moeten verwachten, dat is nog even ongewis. Het is in ieder geval een hatchback. Ik zag de klep net open gaan, dus iets A7 Sportback-achters. Hybride uiteraard. TSI, elektromotoren. Ja. En 380 pk gecombineerd vermogen. Uiteraard, lekker dik. En natuurlijk stijlkenmerken die we gaan terugzien op toekomstige Volkswagens. De laatste keer dat ik in de Audi R8 zat, was op het circuit van Ascari. En toen zat ik op de passagiersstoel, toen mocht ik meerijden met die auto, helemaal gecamoufleerd toen. Dat dashboard, daar mocht ik al wel naar kijken. Dus ja, dat, voor mij niet nieuw meer, maar voor de rest van de wereld wel. Met virtual cockpit, die je nu niet ziet, want alles is zwart. Maakt niet uit. Ja, en dan de auto zelf, dat is onderhuids natuurlijk min of meer hetzelfde als de Lamborghini Huracan. Dus helemaal geen schande, een hoop lichtgewicht, dus lichter dan zijn voorganger. Het uiterlijk, ja. Het lijkt bijna wel een facelift, dat is het niet. De auto is compleet nieuw. Hij komt met een V10, 5,2 liter V10, atmosferisch. Geen hybrides, geen plug-ins, niks van dat alles. Gewoon lekker atmosferisch knallen. 540 pk voor de gewone R8 en 610 pk voor de Plus. En die Plus die herken je aan, is een carbon achterspoiler. Porsche Cayman GT4 is een auto waar ik een beetje flabbergasted van word. Want nog een jaar geleden reed ik met de Boxer GTS. Die had 5 pk minder dan de 911 Carrera. En toen zei ze bij Porsche, ja, dat moet zo zijn. Want een Cayman of een Boxer mag nooit meer pk hebben dan een 911. Right. En toch is het dus gebeurd. Weer een trend doorbroken. En deze auto, 385 pk, 4,4 seconden van 0 naar 100 en een top van 295 km per uur. Dat moet waanzinnig zijn. Ja, natuurlijk niks ten nadele van de 911, maar ik denk dat het qua rij-eigenschappen de fijnste Porsche van het moment is, deze Cayman GT4. Want motor niet helemaal achterin, maar natuurlijk in het midden. Dus perfect uitgebalanceerd. En dan die GT4-versie, lichter, sneller nog. Ja, die normale Cayman is al een feest. En ik ben heel benieuwd hoe deze op het circuit tekeer gaat. Ja, dan hebben we hier een appeltjesgroen metallic Bentley Continental GT. En dan zou je zeggen, wat moet die auto hier doen? Nou, hij is gefacelift. Je zou het niet zeggen, maar het is echt waar. Belangrijker, de motor is nog beter geworden, sterker, die W12. Hij heeft cilinder uit... Lekker boeien allemaal, maar wat ik veel leuker bij Bentley vond, was die EXP10 die voorbij kwam. Ja, wat is die? Die nu schittert door afwezigheid. Ja, daar baal ik al van. Dat was wel een heel bijzonder ding. Een sportwagen, wat compacter dan deze. En die had de nieuwe designtaal van Bentley in zich. En ze zeiden, misschien wordt het wel een uitbreiding op het gamma. Het was een Aston Martin volgens mij. Hij had wel wat Aston Martin trekjes, maar wat niet wegneemt, ik denk dat we morgen gaan tegenkomen op de beurs. Wat jij? We gaan het zien morgen.
Ik doe deze feesten nou, ik denk zo'n 10 jaar onafgebroken. Dat betekent 20 keer het Volkswagenavondfeestje. En elke avond, elke keer weer, stond er een nieuwe Bugatti Veyron, oftewel een nieuwe derivaat. Ik zag ze voorbij komen in Delsblauw, een papiermarché met gouden plakjes, beschilderd door allerlei kunstenaars en met Chinese tekens. Dit is de allerlaatste Veyron. We zullen hem missen. Ja, een paar maanden geleden zagen we op de stand van Audi de Proloog staan. En toen dachten we, Frank, dat wordt de voorbode van een A9, iets groters dan de A8. Ja, dit is de Avant van diezelfde Proloog. Nou, Proloog betekent voorbode in de mooie taal. En ja, of nou A8, A9 wordt, ik denk dat we vooral van deze auto veel dingen gaan terugzien in de toekomstige A6 en A8. Ja, en de Avant, die gaat er dan ongeveer zo uitzien. Bij Lamborghini gaat de levenscyclus van modellen vaak als volgt. Ze beginnen vrij kaal en strak en mooi oer. Dan worden er door de jaren heen steeds meer spoilers toegevoegd. Op een gegeven moment slaan ze daar compleet in door, is het niet meer om aan te zien. Maar zo'n tussenfase, zoals deze, dat vind ik dus wel leuk. Grote carbon achterspoiler, een dikke diffuser, wat extra spoilerwerk aan de voorkant. Kortom, de Aventador Super Veloce. Ja, Super Veloce staat voor supersnel. Nou ja, hoe krijg je dat voor elkaar? 2x50, namelijk 50 kilo eraf en 50 pk erbij. Dat betekent 750 pk in deze auto. Ja, en bij Seat, ze hadden ons groot en belangrijk nieuws beloofd. Nou, hier staat het dan. Let op, hashtag 20V20. Een conceptcar nog, maar wel een heel belangrijke conceptcar, Michiel. Ja, want dit is de C-segment SUV van Seat. Compacte SUV, ja, die had Seat nog niet. Volkswagen wel, Audi wel. Dus nu is Seat aan de beurt. Ja, en ze hebben deze auto een beetje verleond, zoals ze dat noemen. De kenmerken, de uiterlijke kenmerken van de Leon, die zijn heel belangrijk voor Seat. Nou, die zie je erin terug. En als ik het goed heb begrepen, dan wijkt deze auto niet zo heel veel af van het uiteindelijke productiemodel. Want volgend jaar is ons beloofd, same time, same place, staat de productieversie van deze auto hier op dit feestje. Dus dat komt al heel gauw. En dat is sneller dan Skoda. Ja, want Skoda, ja, dat duurt zeker nog wel een jaar. Alleen, dat mochten we niet zeggen, dus... Dat heb je niet van ons. Ja, met deze hashtag 20V20, oftewel de SUV van Seat, zijn we aan het einde gekomen van deze vachtnacht. Oftewel de Volkswagen Group Night, Frank. Maar morgen, er is veel meer. Ja, natuurlijk. We gaan al die auto's bekijken, al die merken. Dus video na video op onze site. Blijf de komende week vooral hangen, want we gaan heel veel moois laten zien.